Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is Meer Radio. Op 105.5 FM en op 106.6 FM. Overal. Meer nieuws, meer muziek. Je hoort ons overal in Haarlemmermeer. Dit is De Zilveren Golf, het seniorenprogramma van Meer Radio met Tineke Peperkoorn. Goedemiddag luisteraars. Vandaag de 46e aflevering alweer van De Zilveren Golf. De aflevering staat in het teken van felicitaties. Want onze gasten vandaag hebben iets te vieren of te vieren gehad. We spreken vandaag met de vicevoorzitter van de Haarlemmermeerse afdeling van het Rode Kruis, die onlangs koninklijk is onderscheiden. En we zijn op bezoek geweest bij een tweeling die aanstaande zaterdag 80 jaar wordt. En we hebben straks de voorzitter van de bewonerscommissie van het seniorencomplex De Componist, dat in het Vennepse Getsewoud staat. Maar we beginnen deze Zilveren Golf met een plaat. Een hit uit 1964. En dat is Trini Lopez met This Land Is Your Land. This land is your land, this land is mine. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I was walking that ribbon of a highway, I saw above me in the skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Everybody, this land is your land, this land is mine. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream wild. This land was made for you and me. I roam and ramble, and I follow my footsteps to the sparkling sands of the blinding desert. And all around me, a voice was sounding. This land was made for you and me. Everybody, this land is.
Zilveren Golf feliciteert. Het Rode Kruis. Wie kent deze wereldwijd opererende hulporganisatie nou niet? Maar kent u ook de Haarlemmermeerse afdeling van het Rode Kruis? Als dat laatste niet het geval is, dan hopen we dat hier vanaf vandaag verandering in komt. Want we hebben de vicevoorzitter van de plaatselijke afdeling in de studio te gast. Zijn naam is Gerard van der Made en hij is vorige week benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau, evenals zijn echtgenote trouwens. Welkom meneer van der Made. Van harte geluk gewenst met uw onderscheiding. En mede namens het hele team natuurlijk van de Zilveren Golf. Dank u wel. Sinds wanneer bent u actief voor het Rode Kruis en hoe is het zo gekomen dat u verder bent gegaan dan alleen het doneren? In 1976. Onze toenmalige vriend was dokter Dunning uit Nieuw-Vennep en die was voorzitter van het Rode Kruis met de onderafdeling Nieuw-Vennep. En het was toen eigenlijk een hele kleine organisatie. Daar werkten geloof ik 3 dames als sociale hulp. Dat was meer recreatieve activiteiten voor wat oudere dames verzorgen. En er was een bestuur. En het bestuur met de belangrijkste activiteit was het oproepen van donoren voor 2 keer per jaar een bloedafname. En de secretaris van die onderafdeling, Nieuw-Vennep, die werd inmiddels 80 jaar en die had de wens te kennen gegeven om te stoppen. En dokter Dunning die vroeg mij of ik 2 avonden in het jaar bereid was om het Rode Kruis als secretaris van die onderafdeling terzijde te staan. En zo is het begonnen. 2 avonden dus? Dat was toen 2 avonden in het jaar. Ja. En nu is het minimaal 2 avonden per week. Ja, dat dacht ik al. Ja, zo is het nou eenmaal gekomen. Ja, en hoe is het gekomen? Ik had net in die tijd was ik ook begonnen met het schoolbestuur. Onze oudste dochter die ging naar de lagere school toe. Vanuit kleuteronderwijs naar de lagere school. Ik ben geboren in Nieuw-Vennep. Maar na mijn lagere school ben ik eigenlijk altijd buiten Nieuw-Vennep naar onderwijs geweest. En ik ben gaan werken daar. En Nieuw-Vennep werd wat groter. De wijk Linquenda was inmiddels ontstaan. En vroeger kende ik iedereen toen ik op de lagere school zat, maar ik kende nu bijna niemand meer. Dus ik had met mijn vrouw afgesproken, ik ga toch eens wat meer doen om mijn dorp weer te leren kennen. En daar is het ontstaan. Ja, dus toen dacht u nou, dan besteed ik er toch ook meer tijd aan. Ja, en het Rode Kruis, ik heb het eerst 2 jaar, mag ik gerust zeggen, de kat uit de boom gekeken. En toen ben ik langzaam met de toenmalige bestuursleden zijn we gewoon begonnen om het eens wat uit te bouwen. We zijn begonnen met eerst de collecte goed op te zetten. 55 collectanten hebben we dus geworven. We hebben over de vloer in mijn huis en het huis van de penningmeester hebben we gezworven om af te tekenen van grote tekeningen van de gemeente wat exact een wijk is. We hebben wijkkaarten gemaakt. En zo zijn we begonnen met de collecte. Dan praten we dus over, u zei 76, hè? Dus het is bijna 33 jaar geleden dan. Het is 33 jaar doe ik het werk inmiddels, ja. Ja, ja. En inmiddels hebt u nog steeds die 55 collectanten? In Nieuw-Vennep is het inmiddels veel meer geworden, want er is natuurlijk Gentswoud is ontstaan. Ja. Inmiddels hebben we daar 6 wijkcoördinatoren zitten. En die 6 wijkcoördinatoren die hebben ongeveer 100 collectanten. Maar daar hoef ik me dus niet mee te bemoeien. Ik hoef me alleen maar te bemoeien met die wijkcoördinatoren. Ja. Hoe groot is de Haarlemmermeerse afdeling eigenlijk? De Haarlemmermeerse afdeling beslaat niet alleen de gemeente Haarlemmermeer, maar ook de volledige gemeente Halfweg en Spaarnwoude. En we hebben bijna 200 vrijwilligers. Zit er iets onder? Die 200 vrijwilligers die kan je grofweg indelen in 3 soorten vrijwilligers. Dat zijn er 100, circa 100 binnen het taakveld sociale hulp. Een 50 ruim binnen het taakveld noodhulp. En de overige, dat zijn mensen die zich bemoeien met de collecten, zoals ik het net noemde. Dus collectecoördinatoren. En we hebben ook een aantal bestuursleden nodig. En nodig zelfs, zegt u. We hebben bestuursleden nodig. Je kan een afdeling van 200 vrijwilligers, kan je niet zonder bestuur, kan je niet. We moeten dus toch proberen om alles eenduidig en overal op dezelfde manier te organiseren. Dus er zijn vacatures in het bestuur, begrijp ik hieruit. In het bestuur zijn gelukkig geen vacatures. We kunnen wel altijd mensen gebruiken voor sociale hulp en noodhulp. Ja. Klopt. Waar zetelt de Haarlemmermeerse afdeling nou precies? En is daar ook een publieksloket of zijn er spreekuurtijden of iets dergelijks? Wij hebben een eigen gebouw. En dat gebouw dat staat aan de Nieuweweg 33B. Dat is op de hoek
Nieuwe Weg Burgemeester Papslaan. Naast het gebouw De Paal. In Hoofddorp. Hier in Hoofddorp, ja. Ja. En hebben we een publieksloket. We hebben een nummer. Ik weet het nummer zo niet uit mijn hoofd. Maar ik heb begrepen dat deze week valt bij ieder adres in de Haarlemmermeer een gemeentegids in de brievenbus. En in die gemeentegids hebben we vrij duidelijk alle telefoonnummers staan. En zijn altijd bereikbaar. Nou, hebt u het over sociale hulp en noodhulp. Ja. En ik denk altijd bij het Rode Kruis aan het buitenland. Ja. Hoe zit dat dan hier in Nederland? Want rampen en zo, ja, die hebben we er natuurlijk wel een paar gehad. Ja. Maar dat is dan wel heel groot. Dat is een idee wat heel veel mensen hebben. Men ziet het deze dag nog eens een keer extra op de televisie. Ja, en daar zijn we prominent aanwezig. En dat is niet het Nederlandse Rode Kruis, maar dat gaat in internationaal verband. Dat is de internationale organisatie die in Genève is gezeteld. En daar maakt het Nederlandse Rode Kruis onderdeel van uit. Maar het Rode Kruis in Nederland zelf is via afdelingen. En zijn wij op twee taakgebieden werkzaam. Ook noodhulp. En dan denkt u dan maar even aan de vliegtuigramp in februari vorig jaar. Daar waren we met twee teams aanwezig. Een team op de rampplek. Dat is een Sigma-team, dat is een snel inzetbare groep voor medische assistentie. En er is een groep opvang en verzorging. Mensen die dus vanuit het vliegtuig eigenlijk niet medisch onderzocht hoeven te worden of geen medische hulp nodig hadden. Die werden dan naar een bepaalde plaats gebracht. In dit geval was het de Wildehorst in Bad Oevedorp. En daar staat een team van ons om ze op te vangen. Een arm om hun schouders te leggen als ze het nodig hebben. Ze konden verhalen aanhoren. Maar ook zorgen voor een kopje koffie, een kopje thee. Maar ook een broodje of wat anders te eten als dat nodig is. Ja. Dat is het team noodhulp. Ons dat grootste, is dus bij rampen. Dat is echt voor rampen. Ja. Maar niet alleen nog ook rampen hoor. Vorig jaar was er een paar keer mist op de luchthaven Schiphol. En dan is er geen ramp. Maar dan zijn er een paar duizend passagiers. Die stranden als het ware. En die moeten ook opgevangen worden. Dus als je dat als een ramp ziet, dan treedt dat team van ons ook op om die mensen te helpen. Ergens vanuit een centraal depot kunnen we geloof ik 600 brancards halen waar de mensen kunnen slapen. We hebben voor iedereen altijd een setje om je tanden te poetsen, je eigen te scheren, de man als nodig is en al die dingen meer. En die worden dus een paar keer per jaar ook opgeroepen om daarbij te assisteren. Maar dan hebben we het over de Haarlemmermeerse afdeling. De Haarlemmermeerse afdeling. Ja. Maar de grootste taakveld van de afdeling Haarlemmer is onze sociale taak. Ja, de sociale taak, dat weten de meesten gewoon niet. Maar het kan bij u om de hoek zijn. Misschien wel de buren die er gebruik van maken. We gaan daar eventjes zo verder over praten, als u het goed vindt. Ja, want dan gaan we eerst even een plaat draaien. Ja. En is vandaag, we laten u heerlijke jazz horen van Ella Fitzgerald. En dit Manhattan van Rodgers en Hart heeft zij in 1956 op de plaat gezet. De Zilveren Golf. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady,
a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Wij vervolgen ons gesprek met Gerard van der Made, vicevoorzitter van de Haarlemmermeerse afdeling van het Rode Kruis en ondanks koninklijk gedecoreerd voor zijn werk voor genoemde hulporganisatie. Meneer van der Made, nog even over dat sociale werk. Hè? Daar hebben we het net even op onderbroken. Wat houdt dat precies in? Nou, het sociale werk is voor een deel een stukje vervanging van wat de overheid de laatste jaren allemaal laat zitten. Het betreft voornamelijk mensen die wat ouder zijn, licht gehandicapt zijn, om die uit een isolement te houden en te halen. We hebben binnen ons werkgebied, de Haarlemmermeer en halfweg Sparrenwoude, hebben wij 6 werkgroepen. En want één werkgroep is ook te groot. En dan kan je ook niet helemaal coördineren van iemand die een taak binnen binnen zo'n werkgebied heeft. En wat is het? Ze bezoeken de mensen als ze daar prijs op stellen, de mensen. We zorgen voor een stukje creatieve activiteiten. Daar halen we ze meestal voor of naar een locatie in het werkgebied. In Bad Hoeverdorp hebben ze een andere ruimte. In Hoofddorp maken ze altijd gebruik van het gebouw hier van onszelf aan de Nieuweweg. En in Nieuw-Vennep maken we gebruik van een ruimte bij een kerk. En zo heeft ieder werkgebied een eigen ruimte waar ze gebruik van mogen maken. Soms tegen een hele kleine vergoeding. Maar hoe komen die mensen dan binnen? Hoe weet je dat je daar naartoe kunt? Nou, we hebben contacten met die mensen. Die mensen melden zich op een gegeven moment aan dat ze behoefte hebben. Of wij krijgen zelf signalen van anderen. Dat is iemand, daar moet je eens een keer langs gaan. En dan gaat een van onze vrijwilligers eerst een soort intakegesprek houden. En als blijkt dat ze binnen de doelgroep vallen, dan nemen we contact met erop en dan wordt iemand aangewezen van onze vrijwilligers van nou, jij gaat naar die meneer of naar die mevrouw. En die dingen hebben we met hen afgesproken. Ja. U moet het eigenlijk hebben, of het Rode Kruis moet het vaak hebben, van bijzondere acties of projecten. Hoe gaat dat dan bij u? U bedoelt financieel? Ja. Nou, wij hebben gelukkig ruim 7000 gevers in ons werkgebied. En die 7000 gevers vinden wij altijd die zorgen ervoor dat wij in ieder geval inkomsten hebben dat we dat kunnen doen. Voor een aantal zaken, en als ik dan even noem onze vakantieprojecten. Vakantieprojecten hebben we een eigen vakantieproject waarin we eens per jaar met ongeveer 54, 55 mensen naar een vakantieweek toe gaan. We zorgen voor eigen vrijwilligers. De leiding is in onze eigen handen. We verzorgen de hele week, zeg maar vanaf het vertrek hier tot weer de terugkomst. Daar vragen we een eigen bijdrage voor. Want zo'n week kost 600-700 euro. En als we dat voor 50 mensen moeten doen, dan is ons budget eigenlijk al helemaal op. Ja, dus we vragen aan die mensen gewoon een eigen bijdrage. Dat geldt ook voor andere dingen waar we een kleine eigen bijdrage voor vragen. Dat is heel populair. En dat is met name hier in Hoofddorp, waar hij een paar van onze vrijwilligers soms 10 dagen achter elkaar met een groepje mensen een tocht gaan rijden. En ik noem bijvoorbeeld met de kerst, dan gaan ze naar een kerstmarkt toe van een groot tuincentrum. En dat is niet alleen nog even naar die kerstmarkt toe, maar het is meestal 's morgens een kopje koffie drinken en tussen de middag met elkaar een broodje eten of wat anders eten. En daar vragen we echt een hele kleine bijdrage van een paar euro. En dat vinden die mensen niet erg. En dat stelt ons in staat om dit soort activiteiten te gaan doen. Ja. Ja. U moet het dus hebben van de vaste donateurs, want je kunt lid worden, hè, van het, ja, Rode Kruis. Ja. En dan van die aparte projecten natuurlijk nog. Ja. Want dan zijn er de collectanten natuurlijk. Wij hebben in de Haarlemmermeer, schat ik zelf in, ik weet het niet op de 10 na, maar ik schat zelf in 500 collectanten. Die ieder jaar in meestal de derde week van juni voor ons gaan collecteren.
En onze totale inkomsten uit die collecte hopen we dit jaar dat het 40.000 euro zal zijn. En daarmee kunnen we inderdaad veel van dit soort activiteiten financieren. Ja, wij zijn Nederlanders, staan bekend om gulgever, hè? Ja, ja. Dus, wij stonden vorig jaar op de 8e plaats van heel Nederland van afdelingen met inkomsten uit de collecte. Ja. We zijn best trots op. Nou, kan me voorstellen. Ja. We moeten het afsluiten. Want de tijd is alweer om. Ja, het gaat altijd heel hard. U hebt natuurlijk nog verschrikkelijk veel te vertellen. Kunnen we een uur doorgaan, ja, mevrouw? Kan me voorstellen. Ja, ja. We zetten op de website alle gegevens waar de mensen zich kunnen melden of aanmelden, hè, als donateur. Ja. Of anderszins, hè, voor informatie. Het is niet alleen nog informatie. Mensen kunnen zich ook aanmelden als ze een beroep willen doen op de activiteiten van het Rode Kruis. Wij hebben al veel mensen die we, heb ik u net verteld, regelmatig bezoeken. Maar mensen die we niet kennen, en we moeten een signaal uit de maatschappij krijgen, maar laten ze niet schromen om zichzelf aan te melden. Goed, bij deze doorgegeven. Okay. Reus, bedankt voor dit gesprek en uw komst naar de studio. Okay. En veel succes in uw werk. Dankjewel. De Zilveren Golf met Tineke Peperkoren op Meer Radio. Que vuelas de noche, no te vayas a enredar. Con coyotes traicioneros que nacieron para engañar. Ahí te esperan en el río con sonrisas de amistad. Como Judas te ofrece la mano, pídele a Dios que no te vayan a entregar. ¡Ora, Flaco! U kent Sam de Sham waarschijnlijk van die grote hit Woolly Bully uit de jaren 60. En dit vrolijke palomita maakte hij in 1982. De Zilveren Golf Agenda. Elke 24e van de maand organiseert de Ouderenbond AMBO afdeling Hoofddorp Vijfhuizen een gezamenlijk etentje. Telkens in een ander restaurant. Komende zondag is er weer zo'n etentje. En wel bij Van der Valk in Haarlem. Voor meer informatie en reserveren belt u met Dick Sonderwel op nummer 023-562-0242. 562-0242. Wellicht ook goed om nu vast te noteren in uw agenda. Op woensdag 24 februari is het etentje gepland in Bistro de Pimpernel aan de Kruisweg 959 in Hoofddorp. Morgenavond is er in het dorpshuis De Meerkoet in Lissabroek een kienavond. De opbrengst van de avond komt geheel ten goede aan seniorenwerk in Lissabroek. Het kienen begint om 8 uur en de zaal gaat open om 7:30.
Een kiemblaadje kost een halve euro, dus dat zal u de kop niet kosten. En de meerkoet vindt u aan de Krabbescheerstraat nummer 1. Op dinsdagmiddag 26 januari kunnen alle 55-plussers om 5 uur aanschuiven voor een heerlijk warme maaltijd, inclusief nagerecht, in de Meerkoet in Lissebroek. Dit is de vierde keer in een cyclus van 7 maaltijden in het komende seizoen. De kosten bedragen €30 voor 7 maaltijden, maar het is ook mogelijk om per keer deel te nemen aan de maaltijden. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen met Ineke Kroesen. Telefoon 0252-418442. 0252-418442. Of met Kok van Beek van de Meerkoet. Telefoon 0252-413457. 413457. De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1 in Lissebroek. Een heus klaverjaskampioenschap bij klaverjasvereniging De Boer is Troef. Volgende week vrijdagavond 29 januari. En de wedstrijd wordt gehouden in het gebouw De Jeugd van Gisteren aan de Beemsterstraat 4 in Hoofddorp. De avond begint om 8 uur. De zaal is open vanaf 19:30 en er wordt gekaart in 3 ronden. Voor meer informatie belt u met mevrouw Scheurwater op nummer 023-565-3706. 565-3706. Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can. Why all the world is full of creatures, yet we go in fear of man. Tell me, said the elephant, tell me why this has to be. We have to run from man the hunter, never save and never free. Goede vriend van Prins Bernhard met The Elephant Song. Het stond 35 jaar geleden op nummer 1 in de Nederlandse hitparade. De Zilveren Golf feliciteert. Komende zaterdag, de 23e, viert de tweeling Kees en Willem van der Made uit Abbenes zijn verjaardag.
Gelegenheidsreporter Bert Pirulli zocht de heren op en vertelt u waarom het zo'n bijzondere gelegenheid was. Luistert u maar. De Zilveren Golf is op bezoek bij de heren Kees en Willem van der Made. In de woning van een van beide heren in Abbenes. Het zijn broers. Ze hebben komende zaterdag iets te vieren. Maar nu komt het, want het gaat om een tweeling. Ze worden 80 jaar oud en ze wonen al 47 jaar naast elkaar. Ze vormen waarschijnlijk de oudste mannelijke tweeling van Haarlemmermeer. In elk geval zijn ze de oudste tweeling die al zo lang naast elkaar woont. Dag heren, dank u voor uw gastvrijheid. Ik noemde uw namen Kees en Willem van der Made. Wie van u is de oudste? Dat zal volgens mij wezen. Dat bent u, Kees. Ja, u bent de oudste. Ja, de oudste. En hoe groot is het leeftijdsverschil? In minuten uiteraard. Willem? Ongeveer een half uur. U bent geboren Haarlemmermeer dus? In de Haarlemmermeer, Abbenes. Altijd hier gewoond? Ik niet. Willem niet, Kees wel. Verklaar eens. Ik ben ergens nooit verhuisd geweest. Nu woont u hier al 47 jaar, naast elkaar. Op de plek waar vroeger uw ouders de woning hadden, hè? Nu vertelde Kees al dat hij al de tijd hier heeft gewoond. Maar waar heeft Willem in de tussentijd gewoond? Ik heb bij verschillende boerendrijven gewerkt. Vanaf 1954. Maar ik heb hiervoor ook gewerkt. Dat was hier bij Kroon. Aan Abbenes. Als landbouwer. En daar heb ik 10 jaar gewerkt. En daarna ben ik... Toen was ik ongeveer 18, 19 jaar oud. En toen ging ik bij de boeren vandaan. Maar ik was toen een paar weken tijd, maar ik kreeg bericht van de gemeente dat ik dat er werkverschaffing was. Dat was in de jaren na de oorlog. Toen moesten we naar de Wieringermeer. Toen werden we met de bus naar de Wieringermeer gebracht. En dan maandags moesten we gaan spitten in de Wieringermeer tot vrijdagavond. En dan gingen we weer naar huis voor 11 gulden per week. Wat was uw laatste baan? Mijn laatste baan was in de bouw als opruimer. Oké. Kees, wat heeft u gedaan? Ik ben altijd timmerman geweest, onderhoudstimmerman. Toen was ik 13 jaar. Toen moest ik gaan werken voor 2,50 per week. Nou, zo ging het maar door. Moest ik aardappelen schillen. Ik moest van alles doen in de oorlogjaar. Dat was in 1943. Oké, maar u was dus timmerman. Ja, dat was natuurlijk wel zo handig toen u had besloten om hier te gaan wonen. Om op de plek van waar uw ouders woonden een eigen huis te bouwen. Eigen huis heb ik helemaal verder zelf afgebouwd. Plafond maken. Ik moest alles zelf doen natuurlijk, want ik moest zo goedkoop mogelijk voor de huur enzovoort. Toen zaten we op een gegeven moment voor 133 euro gulden per maand. Mijn moeder is zelf dan nog mee geweest naar Haarlem toe. Want ze zei natuurlijk, als jullie het nou niet doen, dan donder ik jullie van de trap af. Dat zei mijn moeder. Oké. Nu Kees nog even. Had u beide al een gezin toen u hier in dit huis kwam wonen? Ja, het is Arne, Jolanda en Theo. Die zijn hier geboren. In dat oude huis aan de Hoofdweg. Dat was een woning, daar mochten we zo gezegd in omdat we hier gingen bouwen. Voorlopig, maar het was een afgekeurde woning. Oh. De gemeente ons zo maar laten gaan, want toen kwam ik uit Zwijndrecht. Want daar heb ik ook op 3 jaar op een fruitteelbedrijf gewerkt. Van 59 tot 62. En toen zijn we hier gekomen. Mijn moeder heeft ons hierheen gehaald. En toen had mijn zus ervoor gezorgd dat we in dat oude huisje mogen blijven wonen. Zolang dat hier dat huis nog niet gebouwd was. Kijk, nou zijn we er toch waar we wezen moesten. Want ik vroeg u eerder al of u nog ergens anders had gewoond. Weet wel. Maar we zijn er toch gekomen. Zeg maar, nou heb ik nog een vraag. Het huis was klaar, maar hoe hebben jullie nou bepaald wie waar ging wonen? Vertel het verhaal eens over die lucifers, geloof ik. Ja, nou hier kwamen ze toen weer van de gemeente. Die kwamen juist vragen wie je nou aan deze kant of aan die kant gaat wonen. Ja. Toen zei die man van de hoofdopzichter, die zei ik heb een ideetje. Dan zal ik 2 lucifertjes pakken. Dan moeten jullie ieder een lucifertje pakken. Wie de langste hebt, komt aan deze kant te wonen. En wie de kortste hebt, aan die kant. Het is zo gedaan, zo gezegd. Geen spijt van gehad? Nooit geen spijt van gehad, nee.
We draaien even een plaat en laten daarna de broers nog iets vertellen over hun familie. En de plaat die we gaan draaien is niet een toevallige. In de eerste plaats is het een van de favoriete nummers van onze gelegenheidsreporter, namelijk Devil Woman van Marty Robbins. En ten tweede, deze Amerikaanse countryzanger is een van een tweeling. En zijn zus Mammy schijnt nog te leven. Marty zelf overleed in 1982 namelijk. Devil Woman was een grote hit in 1962. I told Mary about us, I told her about our great sin. Mary cried and forgave me, and Mary took me back again. Said if I wanted my freedom, I could be free evermore. But I don't wanna be, and I don't wanna see Mary cry anymore. Oh, devil woman. Let me be and leave me alone. I wanna go home. Mary is waiting and weeping down in our shack by the sea. Even after I've hurt her, Mary's still in love with me. Devil woman, it's over. Trapped no more by your charms. 'Cause I don't wanna stay. I wanna get away, woman, let go of my arm. Oh, devil woman, devil woman, let go me. Devil woman, let me be and leave me alone. I wanna go home. Devil woman, you're evil, like the dark coral reef, like the winds that bring high tides. You bring sorrow and grief. Made me ashamed to face Mary. Barely had the strength to tell. Skies are not so black. Mary took me back. Mary has broken your spell. Oh, devil woman. Devil woman, let go me. Devil woman, let me be and leave me alone. I wanna go home. Running along by the seashore, running as fast as I can. Even the seagulls are happy, glad I'm coming home again. Never again will I ever cause another tear to fall. Down the beach I see what belongs to me, the one I want most of all. Oh, devil woman, devil woman, don't. Devil woman, let me be and leave me alone. I'm going back home. De tweeling Kees en Willem van der Made worden komende zaterdag 80 jaar. En ze vertellen zo direct nog iets over hun gezinnen. Kees komt aan het woord. Hoeveel kinderen heeft Kees? Kees, dat ben ik. Ja, dat over van mijn eigen, dat was Jan en Harry en Marcel en nog Kees. Kees was de eerste die geboren werd. U heeft 4 kinderen. En hoe zit het bij Willem? Ik heb 5 eigen kinderen. Dat is Agnes, Diana, Jolanda, Bianca en Theo. Oké. Okay. Hoeveel kleinkinderen? 10 kleinkinderen. 10 kleinkinderen. Dat vind ik al een helpers. Hoeveel kleinkinderen heeft u? Even 3. Zeg, nu bent u 80. U wordt 80 komende zaterdag. En hoe actief bent u nog? Bijvoorbeeld in het verenigingsleven, in de werk, in de tuin, in vrije tijdsbeoefening. Eerst Kees? Altijd werk gehad. Ik was altijd bezig. En toen heb ik hem op een middeltje genomen en heb ik markiezen wezen maken. Want ik was in de WHO, een jaar of 4. Oké, okay, meneer, maar nu? Fietst u nog? Werkt u nog? Ja, toen werkte ik nog wel eens af en toe voor mijn eigen. Ik ging markiezen maken en die molens die daar buiten staan heb ik allemaal gemaakt. Allemaal zelf gedaan. Ja, u bent timmerman, hè? Ik ben timmerman altijd geweest tot mijn 65e jaar. Toen ging ik met pensioen. Oké. Wat doet u nog? Wij fietsen wel. Wie is wij? Mijn vrouw en ik. En boodschappen nog halen op de fiets. Waar? Auto heb ik niet, Nieuw-Vennep. Nou, in de meimaand, dan hebben we altijd nog een ideetje om de Haarlemmermeer helemaal in de ronde te fietsen.
Zo. Dat 364 kilometer. En verder is ook, of vorig jaar zijn we ook nog een bootreis wezen maken op vakantie. Maar dit jaar dan heb ik er nog niet zo, weet ik nog niet of ik nog met vakantie ga. Maar we doen veel fietsen. Maar ik moet nog even kijken of ik nog ga van het jaar. Moet ik even kijken. Want we zijn van dit jaar ook al 57 jaar getrouwd. Dat is in augustus. En ik ben zachtjes aan 80 en dan ga je niet zo ver meer weg, vind ik. Een groot feest komend weekend? Nou, dat zit er wel een beetje in, een groot feest. Dat hebben we pas al gehad. Toen was mijn zoon zoveel jaar, ook 50 jaar geweest. En op een gegeven moment ben ik ook zelf nog wat gaan rommelen en zo. In mijn broeikast en zo, wat teelwerk. Maar hebben jullie een gezamenlijke feest? Nou, het is natuurlijk zo, als de vrouw kwijt natuurlijk. Ik zag, mag een zaterdag wel hier komen. Dan komen mijn andere zusters en broers of tijdens die er nog zijn. Want de koppel is niet zo groot meer. En je kijkt maar of er iemand komt nog. En anders komt hij hierheen. Ja. Maar een zondag is het weer feest met mijn kinderen allemaal. Hè? Want anders wordt het te klein hier. Ja. Vast van harte gefeliciteerd. En fijne verjaardag toegewenst. Ja. Komend weekend van de Zilveren Golf. En heel veel gezondheid nog. En dank u wel voor het interview. Gisterenavond liep me uit de hand. Dat gevoel is me bekend. Maar nu blijft het spoken in mijn hoofd. En ik hoor telkens weer haar stem. En hoe ze zei, laat me nog niet alleen. Blijf bij me deze keer. Hoe ik zei, een fijne avond. Terwijl ik wist, het is veel meer. Maar ik moest weg en ze wist. Laatste kus, mijn lief, en ga nu maar. Dan heeft een ander geen verdriet. Mij heb je blij en weer bedroefd gemaakt. Vergeet het, maar vergeet me niet. Hoe ze dat zei. En laat me niet alleen. Ik hoor het telkens weer. Hoe ik zei, een fijne avond. Terwijl ik wist, het is veel meer. Maar ik moest weg en ze wist. Heel zacht. Wat kon ik haar meer beloven dan liefde voor één nacht. Liefde voor één nacht.
Winter door Rob de Nijs. Het is een vertaling van Rob zelf van In the Winter van Janice Ian. En het is wel uniek, want Rob heeft niet veel teksten geschreven. De Zilveren Golf feliciteert. Zo'n anderhalve week geleden vierden de bewoners van het seniorencomplex De Componist het 10-jarig bestaan van hun bijzonder inkomen. Daar was de Zilveren Golf niet bij, omdat we daar niet van op de hoogte waren. En dat willen we bij deze goed maken, om het zo maar te zeggen. Hiervoor hebben we de voorzitter van de bewonerscommissie aan de telefoon gevraagd. Als het goed is, heb ik hem nu aan de lijn. Meneer Gert van der Meij, goedemiddag. Welkom in de Zilveren Golf. Ja, welkom in de Zilveren Golf. Ik dank u wel. Even over het seniorencomplex. Waar staat het? Beschrijft u het eens. Nou, dat staat aan de Beethovenlaan. Grenzende eigenlijk praktisch aan de Componistenweg. En de Componist, dat complex, bestaat uit 47 appartementen. Waarvan er 16... in de zogenaamde vrije sector toen de tijd zijn verhuurd. En de overige die zijn in de sociale sector verhuurd. Dus het is wel allemaal huur? Het is allemaal huur, ja. Ja. En wat is er nou zo bijzonder aan het complex en zijn bewoners? Nou, het bijzondere is aan het complex en zijn bewoners dat uiteindelijk het geheel eigenlijk zeer sociaal gedragen wordt. En dan zult u zeggen, ja, wat houdt het in? Ja. Dat is het volgende, de complex. Het lijkt een klein beetje op een dorpsgemeenschap. Wij doen alles zelf. We hebben een schitterende binnentuin met een aangelegde beplanting die we zelf geheel verzorgen. We hebben een chaudeboelbaan op de binnenplaats zitten. We hebben een dartclub. En wij verlenen onderling ontzettend veel hand- en spandiensten als dat nodig is. Eventueel als mensen naar het ziekenhuis moeten, worden ze vrijwillig gewoon vervoerd. Daar valt geen wankwank over. Er staan er bij wijze van spreken 10 in de rij om te zeggen van wij willen u helpen. En dat is het hele sociale gebeuren. En vandaar dat ik ook in de Witte Weekblad heb gezegd, wij zijn in het Getsenwoud Zuid. Eigenlijk het pareltje met onze seniorencomplex. Er is dus een grote saamhorigheid, begrijp ik, tussen de bewoners. Ja, een grote saamhorigheid is er. Hoeveel bewoners zijn er eigenlijk? Hoeveel bewoners? Nou, een plusminus tegen de 70 bewoners. We zijn gestart in de tijd met een heleboel echtparen hier al. Maar ja, in 1999 toen wij gestart zijn. Inmiddels zijn we 10 jaar verder, zijn er natuurlijk een aantal bewoners ons ontvallen. Dat begrijpt u. En daar, die zijn gereduceerd van 2 naar 1 per woning. Ja. Als je nou daar zou willen wonen, moet je dan door een ballotagecommissie? Nee, dat hoeft niet. Uiteindelijk is het zo dat wij komen gewoon in de woonkrant te staan bij IJmeren. Wordt het aangemeld. Er is wel 1 of 2 woningen zijn voor speciale. De sociaal zwakkeren zijn er in de tijd aangewezen. En die toewijzing geschiet geheel via IJmeren, de woningbouwvereniging. Ja, en die saamhorigheid die houdt u omdat u gewoon eigenlijk voor elkaar zorgt? Ja, en wij hebben ook namelijk een beheersovereenkomst met IJmeren. En die beheersovereenkomst, daar is namelijk en vastgelegd welke dingen wij allemaal doen. Er is geen hovenier nodig bijvoorbeeld voor de tuin. Dat scheelt ook weer financiën voor de woningbouwvereniging. Een klein onderhoud wordt gedaan. Wat de bewonerscommissie ook s'avonds doet bijvoorbeeld om 8 uur een ronde om bij de boksgangen langs. We hebben namelijk een hoofdingang, een zijingang als nooduitgang. Maar daarnaast hebben we dan ook de buitentoegangen naar de boksen toe. Dat we om toerbeurt als bewonerscommissie een week lang s'avonds de boksgangdeuren en alle deuren controleren of die gesloten zijn. Dus het is een zekere vorm van beschermd wonen ook. Ja. Nou, vindt u dat er meer van dit soort complexen voor ouderen gebouwd zouden moeten worden? U wilt zich hiervoor inzetten, maar hoe wilt u dat doen? Nou, om nogmaals bij de VHH, dat is onze koepel, de Vereniging van Huurders van de Haarlemmermeer, om daar nogmaals op te attenderen en ook op aan te dringen. De koepel is het orgaan die namens de bewonerscommissies hier in de Haarlemmermeer
de contacten onderhoud met de bouwvereniging IJmere, om daar nogmaals eens op aan te dringen dat als er nieuwbouwplannen zijn, dat men zegt van nou, en zeer zeker ook gedreven door de huidige situatie, u weet, de vergrijzing die hangt boven ons hoofd. Ja. Ook er komen meer ouderen, men wil meer zelfstandig wonen, men wil meer beschermd wonen, enzovoort, enzovoort, om daar nou eens op te attenderen. En dat heb ik eigenlijk ook, ik heb vroeger heb ik meer in woningbouwland vertoefd, namelijk in Amsterdam bij een grote woningbouwvereniging. En daar hadden wij toch wel een prioriteit om wat meer te gaan denken aan seniorenhuisvesting. En ik zou dat in de Haarlemmermeer ook graag willen promoten. Nou, dat is geweldig, want u bent dus wel een deskundigheid op dit terrein. Nou ja, dat is zeer bescheiden hoor. Ik wil niet zo zeggen, want ik ben een deskundigheid. Maar in ieder geval is het wel zo dat ik me buitengewoon goed thuis voel hier in de componist. En ook de saamhorigheid enzovoort. En dat ik ook meen, gedreven, ik heb het net al gezegd, door de vergrijzing waar we steeds meer voor komen te staan, dat meer aandacht ook moet worden besteed aan senioren. Ja. De seniorenhuisvesting. Ja, tot slot. Is het mogelijk dat mensen kunnen komen kijken in de... Nou, we hebben ook in de zomer, heeft Gertsenwoud altijd een open dag met open tuinen dat mensen kunnen bezichtigen. Onze gebouw staat ook open en iedereen kan komen kijken. En willen ze tussentijds een kijkje nemen, dan kunnen ze ook met ons contact opnemen. Nou, dat is een mooie uitnodiging bij deze dus. Wij wensen u veel succes met uw werk. En nog voor een komende 10 jaar, hè, zou ik zeggen. Heel graag. Goed, bedankt voor dit gesprek ook. Voor het interview wat u heeft willen afnemen. Ja hoor, graag gedaan. Dag. De Zilveren Golf met Tineke Peperkoren op Meer Radio. You touch my fingertips and my heart is aglow. You bend to kiss my lips and I can't let you go. Maybe I should resist, I'm a fool, I know. But at a time like this, my resistance is low. Your eyes have magic, they seem to say, come closer, come closer, my darling, come closer, and somehow I can't break away. Can't you see that I wanna be adored more than you'll ever know? And I'm going overboard with a capital O. So don't be persistent, please keep your distance. You know my resistance is low. Ooh, touch my fingertips and my heart is aglow. You bend to kiss my lips and I can't let you go. Maybe I should resist, I'm a fool, I know. Resist me, baby. But at a time like this, my resistance is low. I know. Saying, come closer, come closer, my darling, come closer, and somehow I can't break away. Can't you see that I wanna be adored more than you'll ever know? And I'm going overboard with the capital O. Be persistent, baby, keep your distance. You know my resistance is low. My
Resistance is Low. Een liedje dat Hoggy Carmichael in 1951 schreef voor de film The Las Vegas Story, waarin hij de hoofdrol speelde. De versie van Robin Sarstedt komt uit 1976. Hij viert vandaag zijn 66ste verjaardag. De Zilveren Golf Agenda. Houdt u van leuke ideeën, maar nog meer van orchideeën? Bezoek dan een tuincentrum, Eens Tuincentrum Groenrijk in Nieuw-Vennep. Vandaag, zaterdag 23 januari, kunt u daar nog een enorme hoeveelheid orchideeën bekijken. Er zijn er wel meer dan 100 soorten. En Groenrijk is te vinden aan Eiweg 1336 tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Kijk voor meer informatie op www.groenrijk.nl. Wilt u toch eens weten wat hatha-yoga is of meditatie? Naast de yogalessen op maandag en woensdagochtendavond zijn er ook lessen op woensdag en vrijdagochtend. Op vrijdagochtend wordt er les gegeven in lichte yoga voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld mensen met gewrichtsklachten of overgewicht. Op 30 januari start de cursus kennismaken met meditatie. Op 5 zaterdagen wordt telkens een andere meditatievorm beoefend. De meditatieoefeningen nodigen je uit om het denken los te laten en bewuster te zijn van alles wat je doet. Alle lessen worden gegeven in wijkcentrum De Veste, Schuilenburg 3 in de wijk Tolenburg in Hoofddorp. Kijk voor meer informatie op www.yogahoofddorp.nl. Eindtune. Dat was het dus weer voor vandaag, beste luisteraars. Deze uitzending is in zijn geheel terug te luisteren via onze website. Ga daarvoor naar www.meerradio.nl. Klik op Meer Radio gemist en vervolgens op de Zilveren Golf, links in het programmamenu. Stuurt u ons een verzoekje in voor een plaat die u graag wilt horen. Of zend een vraag in voor onze rubriek Vraag van de Week. Schrijf hiervoor naar Meer Radio, redactie De Zilveren Golf, Binnenweg 20A, 2132 Cornelis Theodor in Hoofddorp. Of e-mail naar zilverengolf@meerradio.nl. Bellen kan natuurlijk ook 023 4x5 900. Dank voor uw tijd en aandacht. Dank dus van Tom van Dranen, vandaag regisseur, muzieksamensteller en verantwoordelijk voor de techniek. Bert Pirulli, eindredactie. En dank van mij, Tineke Peperkorn. Eet smakelijk, fijne avond, maar blijf wel aan uw toestel. Want na het nieuws komt Onderweg met Margo Spek. Graag tot de volgende week. Dag.